Rondleiding van het instrument op dag 12. Nou, hier is de voortgang. Je ziet in vogelvlucht, het instrument is opgedeeld in drie delen. Van rechts naar links heb je hier de klankkast. Hier komt straks de zangbodem op. In het midden komt het toetsenbord. En links is eigenlijk het leukste stukje. Hier komt een klepje wat je omhoog kunt kleppen en dan kan in dit bakje kan je stemgereedschap. En dan zit hier een blok waar uiteindelijk een deel van de snaren bevestigd worden. De stempinnen zitten dan rechts hier in deze grote eikenbalk. En zitten hier aan de linkerzijde en aan de achterzijde. Daar komt ook nog een eiken onderdeel. Waar de rest van de snaren aan bevestigd zitten. Goed, je ziet de details. De kast zit in elkaar met zwaluwstaten. Met een stukje verstek bovenin. Dat zijn alle hoeken. Ze zijn op dezelfde manier gemaakt. Deze is het minst mooi, maar dat krijg je nog wel opgevuld. En sommige stukken, zoals deze delen die haaks staan in het instrument, hier de dam en aan de andere kant ook, zitten met een inwendige zwaluwstaartverbinding in de rug bevestigd. Dat is een vrij interessante verbinding, staat niet helemaal precies op de tekening aangegeven. Dus ik heb maar een beetje moeten gokken, maar ik vind het wel mooi geworden. Je ziet dat het instrument zelf nu grotendeels grenen is, eigenlijk volledig grenen behalve de eiken. Balkjes die erin zitten. Wel heel erg mooi grenen. Grenen staat te boeken als niet een heel erg dure of mooie houtsoort. Maar dit is heel erg hoge kwaliteit. Hoger dan had gehoeven. De dam was een leuk onderdeel om te maken. Je ziet, hij is geknikt. En dat is de bedoeling. Je komt dus samen met deze latjes. Biedt dit een ondersteuning voor de zangbodem die hier bovenop komt. En dit is dus uit één blok grenenhout gezaagd met die knik daarin. En er is een klankgat ingemaakt met een mooie vorm. Dus daar komt uiteindelijk, er zit geen rozet of zo in de zangbodem, dus uiteindelijk komt al het geluid. Komt daaruit. Je ziet ook hier rechts en links kleine sleufjes gebeiteld. En een stukje verstek bovenin. Voor een nu lijkend onduidelijke reden. Maar hier komen dus ongeveer op deze hoogte komen de toetsen te liggen. En voor de mooi, zeg maar, komt hier nog een latje te lopen, een plankje, waar je onder andere informatie over jezelf, dat heet in het Engels ook wel een nameplate of nameboard, omdat je je de naam van de maker op kunt zetten, maar dat is een beetje voor de sier en voor de afscherming. Niet erg veel mechanisch nut heeft het niet. Maar voor die gleufjes die zijn het dus zodat je dat onderdeel eruit kunt tillen. Zodat je nog wel bij de toetsen kunt. Zodat je de toetsen van een scharnierpunt af kunt halen. Voor onderhoud. Hier achterin dus de zogeheten touch rail. Daar komt en een eikenhouten balk dus nog op. Met daarin gleufjes om de toetsen op en neer te geleiden en bovenin ook nog voor de als aanhakingspunt voor de snaren. Maar daarvoor komt vilt te liggen, een strookje vilt, waar dus dat is waar de toetsen in ruststand op liggen en er zit dus vilt op om het mechanische geluid van de toetsen die neerdalen te dempen. Dat is het wel zo'n beetje. Je ziet een versieringje op de bodem gefreesd. Dat is wel mooi geworden. Dus dat is... Daar ben ik wel blij mee.
Ja, je ziet op verschillende punten wel dat het geen instrument is van professionele bouw. Ik heb dit plankje mogelijk te kort gezaagd. Deze zwaluwstaart is verschrikkelijk. Er zit hier en daar een zichtbare kier. Dus de kast zit vast op de bodem met deuvels en met lijm. Maar ik had eigenlijk niet genoeg goede lijmklemmen om dat echt goed naar beneden te drukken. Dus dat is nog best wel een kier hier en daar. Maar goed, dat is een kwestie van opvullen en niet te veel aan denken en hopen dat het instrument niet implodeert. Maar dat is het dus nu. Ik ga vandaag met het eiken onderdeel hier in de rug verder. En dan is het al vrij snel aan de toetsen beginnen. Dus ja, dat wordt spannend.